Als moeder van Hans Bekking. En Hans neemt de prijs voor de beste mountainbiker van het afgelopen seizoen in ontvangst. En die wordt in ontvangst genomen door de moeder die heel dicht bij haar zoon staat. Zeker. Dat moet echt een super gevoel zijn voor u. Ja, ik ben daar ook ontzettend trots op. Ja, en ik weet zeker dat Hans, als hij er was, had hij hier heel graag gestaan. En had hij me ook gevraagd. Ja, we hebben Hans natuurlijk ook het afgelopen seizoen een paar keer voor de camera gehad. Hij is altijd bereid om een leuk interview weg te geven. Niet alleen over mountainbiken. Dat is een beetje het grote kenmerk van Hans' zijn karakter. Ja, Hans is een beetje, ja, zei ik vroeger al, Hans is Guusje geluk. De gebraden kippen vliegen hem in zijn mond. En hij profiteert daarvan en hij vindt het als vanzelfsprekend dat het allemaal lukt wat hij wil. Kijk, het lukt wel, maar ook Hans moet er heel hard voor werken. Zeker. Zeker. Nadat hij echt zo ver teruggevallen was en een jaar niet meer heeft gemountainbiked, heeft hij hard geknokt. En wat dat betreft ben ik echt trots op hem, want hij is nu nog aan het knokken en groeien. Elke dag een beetje beter weer. Ja, een kroon op het werk voor Hans het afgelopen jaar. Namens de Stichting Mountainbike Platform en Offroad Bikers. Heel erg gefeliciteerd. Dank u wel.